Marinus B., bestuurslid van de ABOP, wordt de opvolger van voorzitter Ronnie Brunswijk in de Nationale Assemblée. Dit bevestigde Brunswijk gisteren in DNA na de indiening van de lijsten voor het president- en vicepresidentschap. Brunswijk en Chandrika Prasad Santokhi worden volgens planning aanstaande maandag gekozen tot respectievelijk vicepresident en president. Volgens Brunswijk wil hij daar zijn waar er besluiten worden genomen om het land hoger op te brengen. Hij wijst er verder op dat de DNA de wetgevende macht is en dat hij toch liever in de uitvoering wil. Brunswijk benadrukt dat hij door zijn partij is voorgedragen als vicepresident, maar dat er daarnaast ook geluisterd is naar de wil van het volk. We leven in een democratische rechtsstaat. Wanneer het volk heeft gezegd dat ABOP en VAP de coalitie moeten gaan vormen, dan is het al een grote signaal. Wanneer je niet gedragen wordt door het volk, dan word je niet gekozen. Het volk heeft gesproken en dat moeten we respecteren. Dat was ook 2010, Boutersen kan geen president worden, dit en dat. Hij is 10 jaar lang president geworden. En iedereen was stil. Dus de acceptatie van een Maron is moeilijk in deze gemeenschap. Dus dat zie ik, terwijl het volk heeft gesproken dat het VAP 20 zetel, ABOP 10 zetel. Het is duidelijk een signaal, wat wil het volk hebben? Het volk heeft beslist dat het gewoon regering Santokhi Brunswijk wordt. En dat is het. En wij moeten het volk, een wil van het volk moeten we respecteren. President-kandidaat Chandrika Prasad Santokhi zei over de voordracht van Brunswijk als vicepresident dat we vooruit moeten kijken en niet moeten blijven steken in het verleden. Hij zegt verder dat er een goede afstemming is met Brunswijk en dat zijn voordracht tot vicepresident volledig ondersteund wordt. Maar laten we kijken wat voor ons ligt. En laten we kijken naar die grote kansen die voor ons ligt. En laten we kijken naar die grote uitdagingen waar het volk op zit te wachten. Dat we het land uit de crisis gaan halen. Dat we de problemen van het volk gaan oplossen. Dat we hun uit die armoede gaan halen. Dat we die werkgelegenheid kunnen creëren. Dat de verschillende crisis in de verschillende sectoren, gezondheid, veiligheid, onderwijs, zo snel mogelijk aanpakken. Dat we de COVID-crisis gaan aanpakken. Daarop zit het volk te wachten. En het enige wat ik vraag is, laten wij de kans krijgen. Zoals het mandaat van het volk. Om dit volk van Suriname te realiseren. En die garantie geef ik u. We gaan datgene doen. Samen, het regeerteam. Binnenkort gaat u horen hoe het regeerteam eruit ziet. Die kandidaten worden stuk voor stuk bekeken, intern, extern, ook met de procureur-generaal. Totdat alles clean, gereed is, dan hoort u de namen. Chandrika Prasad Santokhi, presidentskandidaat. Hij sprak gisteren in DNA nadat de lijst voor het president- en vicepresidentschap is ingediend bij de griffier van de Nationale Assemblée.